Wanneer je je foto's wilt delen, dan kun je dat doen door alle foto's los te sturen. Maar je kunt ook een zogenoemd contactblad maken. En wat is een contactblad? Nou, dat is eigenlijk gewoon niet meer dan een groot vel met daarop alle foto's in het klein. En dat komt een beetje uit de analoge tijd. Het was een beetje uh, duur om alle foto's eerst gewoon af te drukken. Terwijl je ook gewoon één afdruk kon maken met daarop heel veel foto's. En dat gaan we ook doen in dit geval. In Bridge kun je in combinatie met Photoshop ook zo'n contactblad maken. En op die manier kun je bijvoorbeeld een paar A4'tjes maken met foto's. In plaats van dat je al de foto's dus los doorstuurt. En hoe ga je dat doen? Het is op zich vrij eenvoudig. Om te beginnen ga je eerst de foto's selecteren die je allemaal op het contactblad wil hebben. Nou, en in dit geval selecteer ik dus gewoon met Ctrl-A alle foto's. En dan ga je boven bij extra naar Photoshop en kies je voor contactblad 2. Er is ook een eerdere versie geweest, die is op een gegeven moment weer komen te vervallen. En vandaar dat het nog steeds heet Contactblad 2. Photoshop wordt geopend en je krijgt als eerste dit venster voor je neus. En hier heb je dus wat opties. Nou, het bovenste venster, de bronafbeeldingen, die hebben we geselecteerd vanuit Bridge. Dus er staat gebruik Bridge en er zijn 102 foto's geselecteerd. Het document, dat willen we, uh, we willen een A4'tje maken. En een A4'tje is uh, 21 centimeter breed. En 29,7 centimeter hoog. En ik wil een resolutie van pixels per inch, want dat is wat ik gewend ben. En laten we zeggen dat we uh, 600 pixels per inch pakken. Meestal is 300 pixels op een inch handscherp. Maar als je hier een hoger getal kiest, dan kun je gewoon digitaal ook verder inzoomen. Uiteindelijk wil ik gewoon een bestand met alle lagen daarop samengevoegd. Je kunt er ook voor kiezen om dat niet aan te vinken. Iedere foto blijft dan op zijn eigen laag staan. En we werken in RGB kleur en 8 bits. En het kleurprofiel is sRGB. Je hebt voor het plaatsen twee opties: je hebt eerst opzij en eerst naar beneden. En aangezien we hier in Nederland van links naar rechts lezen, ga ik dus kiezen voor eerst opzij. En ik wil bijvoorbeeld vier foto's in de breedte en vijf foto's in de hoogte. Heb je er nou liggende foto's tussen zitten? Dan zou je kunnen zeggen van roteren voor de beste pasvorm. Dan regelt Photoshop het gewoon zelf. En je kunt een kleine uh, ruimte tussen de, tussen de kolommen gebruiken. En in dit geval zeg ik bijvoorbeeld van nou dan wil ik een halve centimeter. En ook horizontaal een halve centimeter. En ik wil er graag de bestandsnaam bij hebben. Dus dat vink ik aan. Kun je nog eventueel een lettertype en een grootte uitkiezen. En dat is dadelijk makkelijk als je gaat communiceren over de foto's. Dan weet je tenminste over welke foto je praat. En je drukt vervolgens op OK. Photoshop gaat nu aan het rekenen. En je ziet dat er rechtsonder van alles gebeurt. Er komen lagen bij van de foto's. Er komen tekstlagen bij. En verder zie je eigenlijk niet zo gek veel. Je ziet wel linksboven dat er een nieuw bestand is aangemaakt. Contactblad 01. Maar verder ja, is Photoshop gewoon aan het rekenen. En zie je eigenlijk gewoon op je scherm weinig gebeuren. We hadden 102 foto's geselecteerd. Dus dit kan wat tijd vergen om hier doorheen te gaan. Heb gewoon even geduld. Drink een kopje koffie. Zeker als je met originele foto's werkt. Met originele RAW-bestanden. Dan kan dit gewoon erg lang duren. Maar het is een kwestie van vertrouwen. Het komt van zeker allemaal gewoon goed. En uiteindelijk heb ik dus gewoon zes contactbladen. Aangezien we 102 foto's hadden. staan de laatste twee foto's op een nieuw contactblad. Maar als ik het eerste contactblad selecteer, dan zie je gewoon dat er vier foto's in de breedte staan en vijf in de hoogte. En je kunt nog gewoon inzoomen tot een fatsoenlijk formaat. In principe zou je al deze contactbladen, zes bestanden, dus gewoon netjes op kunnen slaan als een JPEG-bestand. En die delen met iemand anders, die er dan vervolgens op zijn gemak naar kan kijken en zo mee kan kiezen in de grote collectie foto's. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei-doei.